natuurlijk een colaatje of iets. Ja, lekker. Je bent op zondag heel erg druk de afgelopen weken al. Want ja. Je staat in de Efteling. In de Efteling, ja. In die show. Ja. De ene keer staat Marieke daar te zingen en ja. De andere keer sta jij daar te zingen. Papier hier. Hoe bevalt dat? Ja, maar dan anders. Ja, nee, het is echt... ik doe het nu 1,5 maand. Ik zit nu op de helft. Ik doe het tot eind juni. Ja. En het is echt zo gaaf om te doen. In het begin dacht ik wel van... Ja, ik had nog nooit... Ja, ik had wel vroeger musical gedaan, maar dan op zeg school. Maar amateur. Ja. En nu is het zo groot opeens. En, Wat vind je er zo leuk aan? Omdat je met meerdere mensen... Tenminste, dat vond ik bij Saturday Night Fever. Dat ja. Je met heel veel mensen aan één product werkt. Is dat ook bij dat jou? Is ook echt een van de leukste dingen. Maar wat ik echt heel erg leuk vind, is dat je heel iemand anders kan spelen. Ja. En dat je echt niks van jezelf hoeft te laten zien. Nou ja, er was wel een beetje kritiek... Dat las ik wel eens in bladen van, ja, Jim wil toch popartiest worden. En kijk eens naar dat lieve gezichtje. En gaat nu in een kindermusical. En is dat dan wel, dat hoort het dan leuk, wel bij? Is toch prima, ik leuk, lees ja, dat. Ja, nee, ach, dat jij hebt het ook maar gelezen. Ik zeg dan tegen hun, het is ja, het nee, is niet heel hierin, maar jij hebt het toch zelf ook gelezen wel eens, of nee. Gehoord? Oh, nou, ik ga ja, het zei je, maar kon je van tevoren weten ja. Dat mensen dat gingen zeggen. Ja. Maar ja, als je daarvoor wordt gevraagd, waarom zou je nee zeggen als je dat zelf heel leuk vindt? Ja, daarom. Ja, maar dat is dan toch ook het enige antwoord? Ik bedoel, ja, mijn nieuwe album is ook net uit, ja. Mijn nieuwe single komt uit. En je dat gaat ook allemaal nog door. Je doet het allemaal omdat je het hartstikke leuk vindt. Precies. En je doet het ook hartstikke leuk. We hebben een piepklein stukje uit die Efteling-show. Oh, en je speelt een jongen die verkleed is als prins eigenlijk. Ja. Want het is het sprookje, de gelaarste kat. Ja. Ja. Met niemand anders zou ik zoiets doen. Alleen met jou, alleen met jou. Schroon op dit alles, mijn dochter, tot de uwe zou maken. Majesteit, ik kan het bijna niet geloven. Ik kan alleen maar zeggen, ja, ik wil. Nou, mijn nichtje vindt dat geweldig. Ja, ik wil. Ja, de kinderen vinden dat ook wel. In een film ga je spelen. Ja. Ja, er staat in de Veronica-gids dat je is goed Snow nieuws Fever. Voor vele fans van Jim. Hij gaat in een film spelen, Snow Fever van Johan Nijs. Dus je kan het vertellen. Ja, precies. Maar ik speel er ook wel in. Maar het is een soort cameo. Ik kom denk 30 seconden langs. En dan, maar het leuke is, mijn nummer wordt daarin gedraaid in de film. 30 seconden? Ja, of het kan ook nog minder zijn. 20 seconden? Nee, maar ik heb een soort... 10 seconden! 5 seconden. Nee, maar je loopt door het beeld. Of je skiet naar beneden. Ik ben een soort kakjoch. Wat een beetje in de kroeg staat met zijn vrienden. Nou ja. Nou, hoe is in de liefde? Ja, ook nog steeds heel goed. Hetzelfde meisje nog? Ja. Zeg nog even hoe ze heet ook alweer. Ze heet Gabi. Hey, Gabi zat in zijn clipje ooit, weet je nog? Oh ja, ja, clipje. Nou, Gabi zit nu te kijken. Zeg maar luister. Tegen ja, volgens mij wel. Ja? Zeg even wat dan leuks. Ja, ik moest, ze zei, als je kan, zwaai even. Hier. Nou, dat is iemand anders, maar daar zit Gabi. daar. Ja. Ja. Dat was iemand anders. Goed. Blijft u zitten, mevrouw. Je tweede album, Ready, is al een tijdje uit. Je eerste single daarvan, On and On, is ook al eventjes uit. Het is een lekker nummer en ik vind het hartstikke leuk dat je het voor ons nog even wil zingen hier. Tuurlijk, ja. Want je volgende single komt alweer in juni uit, hè? 7 juni komt This Is It uit. This Is It. Ja, maar... de clip draait nu al van op tv. En, ja. Ja, maar ik vond dit zo'n lekker nummer nog ja, eventjes. Ja, en de single komt speciaal voor je. Ja, maar ja, sterker daarom. Nog, in de nieuwe revue die best wel kritisch zijn op dat soort als sterren zoals jij, hè, dat het echt dat je ook nog er goed uitziet en dat je muziek maakt. Meestal zien ze er namelijk niet uit, die muziek maken in de nieuwe revue. Lang verhaal. RTL tekst. Ja. Die zeiden, het is prachtig, die nummers zijn prachtig geschreven. Goed geproduceerd ook allemaal. Dus, ja. Nou, ik heb met Alain Clark ook onder andere gewerkt, die het nummer heeft van heerlijk de manier waarop je me kust. Nee, dat gaat zo. Oh. Heerlijk de manier waarop je me kust is heerlijk. Heerlijk. Nou, dit gesprek gaat ergens naartoe. Ik ben het een beetje kwijt. Maar het is ik zou heerlijk. Zo graag willen dat jij eventjes daar naartoe erin. Loopt. Ja. Hè? Dan weten maar wij... Dan, ken je dat liedje nee, niet? Nee, weet ik niet. Maar de manier waarop je me kust. Ja. Nou goed. In ieder geval, van zijn tweede album Ready... wat dus ontzettend leuk geproduceerd is, horen wij net... Heerlijk. Ja. On and On, hier is Jim.